Nu uitkijken. Of over Van Aanholt heen. En het is 1-0 voor Sturm Graz in de 26e minuut. Beuving die dan kan binnenwerken. Dat doet hij bekwaam. Dan staat PSV toch onnodig aardig uit positie. Dat ziet er aardig uit. Saibari, balletje goed teruggelegd. Veerman, 1-1. Wat een geweldig doelpunt van PSV. Zomaar, pas, boom, raak, Veerman. Geweldige goal. Zoals Veerman dat kan met de binnenkant van de voet. Het zijn er maar weinig die dat op die manier als in schietpositie komen. Zo rustig uitvoeren als Joey Veerman. Het is een van zijn specialiteiten. Marsje weer 3. Deze, goed gewisseld door Veerman. En met de fantastische kopbal van de Jong zet PSV de boel om. Hij maakte er 2 in Eindhoven en deze is prachtig. En niet te houden voor Scherpen. Ja, geweldige kopbal. Wat maakt PSV een prachtige serie treffers. En die gaat binnen. Ja, uit dit soort situaties zijn ze gevaarlijk. Nu is het Affengruber die weet te scoren. Hij gaat kijken, dan is er dus iets gebeurd waardoor deze treffer geen doorgang gaat vinden. Stankovic, die daar in de baan van de kopbal staat, denkt dat hij hem gaat afkeuren. Ja, buitenspel. Dus de meevaller voor PSV. Vertessen. Til. Ja, dat is toch Hens ook. Het is echt Hens. Maar ja, arm aan de zijkant. Penalty voor PSV in de 83ste minuut. De Amerikaan, Ricardo Pep. En het is raak. Het is 3-1 voor PSV. Dan is al een tijdje zeker dat de volgende ronde bereikt is. Maar nu is het ook nog prettig dat je hem wint.